Welkom bij First Class. Vandaag zal ik jullie aanleren hoe je een pasta deeg maakt. Dus we nemen de KitchenAid menger. We doen de pasta bloem erin. We gaan samenvoegen. Dus zout mag erin, de olijfolie, de eitjes en de eidooier. Nu gaan we het deeg mooi gaan mengen. Dus we zetten de machine op stand 2, niet hoger, zodanig dat je een mooie homogene paat gaat krijgen. Die heeft ongeveer een vijftal minuutjes gedraaid. Nu gaan we het deeg nog een klein beetje gaan kneden op de werktafel, zodanig dat die mooi elastisch wordt. Pasta deeg dat kan je makkelijk 1 of 2 dagen vooraf gaan maken, zodanig dat die wat rust in de koelkast. Dan moet je het niet alle minuut gaan maken. Als je pasta deeg 1 dag in de koelkast bewaart, gaat hij ook mooier, elastischer zijn. Dan ga je hem beter kunnen uitrollen. Zo, het deeg gaan we nu mooi afdekken met plasticfolie. En die gaan we eventjes laten rusten in de koelkast gedurende 1 nachtje. Nu gaan we de pasta eigenlijk mooi gaan uitrollen. En je ziet, het deeg is heel mooi elastisch. Dus we gaan hem heel mooi kunnen uitrollen. Dus wat gaan we doen? We gaan eigenlijk een klassieke pasta machine. We gaan eigenlijk ravioli vellen maken. We gaan eigenlijk tagliatelles maken en fijne pasta. Allemaal met hetzelfde deeg. Dus we beginnen eigenlijk met de stand van de machine te zetten op het grootst. En we gaan eigenlijk mooi het deeg er gaan doorhalen. Verse bloem over de tafel strooien, zodanig dat de pasta eigenlijk niet gaat kleven. En we gaan het deeg eigenlijk mooi door de machine gaan draaien. Het deeg gaan we eigenlijk per stand 2 maal erdoor draaien, zodanig dat de pasta eigenlijk mooi elastisch wordt. Nu gaan we dat lichtjes van bijsnijden. En nu gaan we een mooi dun gaan uitrollen tot de fijnste stand. Voilà, de pasta die is mooi uitgerold. Fijnste stand. Nog wat plastic ertussen. We gaan eigenlijk het plastic eigenlijk gaan leggen op de pastadeeg. Waarom? Omdat eigenlijk de pasta wil ik hebben dat die niet uitdroogt. Zodanig dat we hem nog mooi kunnen gaan behandelen in een volgende bereiding. Verse pastabloem. Dat is echt iets zeer belangrijks in mijn keuken. Wat we ermee gaan doen met de fijne spaghetti, met de tagliatelle of met de velletjes voor raviolietjes van te maken, dat ziet u in een volgende aflevering van First Class. Alle recepturen die vindt u terug op firstclass.tv. Smakelijk en tot de volgende keer.